Want deze deur die klemt. En als het een beetje droog weer wordt, dan gaat hij wel weer goed. Maar hij begint daar en hier heeft hij wel ruimte. Als je dat voorzichtig voelt, dus niet hard, want dan kan je het niet voelen. Zachtjes, en dan zie je dat hij hier vooral klemt. Nou, de eerste gedachte is, ga je dan hier dat weghalen op die deur? Maar dan zit hier dat slot, dat zou dan eigenlijk een beetje op moeten schuiven. Dat is een optie. Maar je kan ook denken, ik ga aan de hangkant beginnen. Want die controleer je ook eerst, die hangkant. Als dit nou een hele zware deur is die gaan hangen, dan heb je hier een grotere kier en gaat hij daar aanlopen. Maar dat was hier niet. Hier heeft hij ruimte, maar daar niet. Dus dat is niet aan de hand. Dus ik kan die scharnierpennen eruit halen, scharnieren eraf halen en een schaaf eroverheen. Of een invalzaag, een stukje afzagen. Dan hoef ik hier niks aan te doen. En je kan misschien wel een halve centimeter eraf. Maar ik denk de dikte van de scharnieren, dat vind ik genoeg. Dan heb ik hier een emmer met spullen. En wat heb ik nou allemaal meegenomen? Een schaaf. Een akkerbol. Schroeven. Schuurpapier. Een vijl. Een beitel. Een kort verlengsnoer. Een frees voor de scharnieren, een kruishout, eens kijken, ik heb hier nog een nieuwe schroevendraaier. Schroevendraaier, voor om de oude schroeven eruit te draaien. En een haak. Een klosje voor de gaten van in de oude schroeven. En dan de elektrische schaaf. Metabo. Geen vestoel. Dat is een prima schaafje. Zo. Wat hebben we nog meer? Niet eigenlijk. Oh ja, prim. Heel belangrijk. Nou, dat denk ik in eerste instantie nodig te hebben. En dan wil ik nog een workmate voor om die deur in te zetten. En dan gaan we dat even laten liggen. Dan kan ik hier gaan stappen. Ga ik die deur eruit halen, uit de scharnieren. En dan zet ik hem hier neer in de workmate. Als ik nou die scharnieren losgeslagen heb, die pinnen, dan kan ik ook gelijk zien hoeveel ruimte dat die dan nog over heeft om heen en weer te gaan. Maar ik denk dat ik de maat van de sponning straks ga meten en dan trek ik een halve centimeter vanaf. Dan moet die goed zijn. Ze zitten vaster dan ik weer gedacht had. Toch door het roest of zo. Dan ga ik een schroevendraaier aan platten. Om achter die kop te kunnen slaan. Dan kan ik wat harder slaan dan met een drevel. Om de slakken op mijn handen een keer. Daar zie ik van komen. Dus ik ga even een platte schroevendraaier halen. En dan daarmee haal ik hem eruit. Oké, dan kan ik ze allemaal er wel uitslaan. En dan ga ik ze met een ijzervijl ga ik ze schoonveilen. Met de ijzervijl, die knopen hier zo aan de binnenkant, gaan we die even schoonveilen.
met je vingers te uitdraaien, moet je even oppassen dat je geen uitschieter met de schroevendraaier hebt gehad, dat er een soort scherp kantje aankomt. Dat kan natuurlijk heel makkelijk. Met de schroevendraaier op dat eind van dat scharnier een beetje inhakken. Zo, en dat doe ik als ik hem eruit sla, dat hier geen splinter eraf schiet. Kijk. Kijk. Dan ga ik eens even passen of ze alle drie goed gaan, anders moet ik de middelste bij de middelste houden. En voordat ik straks in de problemen kom. Anders moet ik hier opschrijven, emmetje, en daar boven en daaronder. Nou heb ik het kozijn opgemeten. Dan blijkt dat de bovenkant, de kozijnopening, zo'n millimeter of 2-3 meer is dan de onderkant. Dus ik heb hem nou op de maat van de onderkant. Ga ik eens kijken wat hij nou doet. Dan ga ik eens even eroverheen kijken of die recht is. Ik ga het mooi doen hier bij die trap. Ja. Ja, in het midden mag hij een streepje hebben, maar ik kan hem natuurlijk erin passen. En even kijken of ik ruimte genoeg heb. Je kan beter eerder passen dan dat ik doorga en straks tekort kom. Dan gaan we de maat van de achterkant van het scharnier meten in het kozijn en daar een millimeter aftrekken. Zo'n 12. Dus als ik 11 heb, moet dat goed zijn. Ja, dit is precies waar de spijkertjes zitten. En dan schroef ik dit er even op, zo. Ik neem aan dat die middelste in het midden wel goed zit. En dan ga ik van hier vandaan terugmeten naar onderen toe. Zo, kan ik dit.
Deze lukte het allerbeste. Doe ik eerst deze en dan ga ik die erin schroeven. Dan hoef ik die niet te doen, want hij zit al stevig zat. Dus nu kan ik met de beitel dat randje even inhakken. Komt hij er wel ruim, maar dat geeft niet zo. Zo. Haal hem eraf. Kunnen we nu frezen. Nou gaan we de bovenkant meten van die middelste. Dus of hier vandaan of hier vandaan. Dat maakt niet uit als ik naar die tweede. Als ik in de kozijn, dan zit die knoop op de hoek. Dus dan begin ik hier vandaan te meten naar de bovenste knoop, naar de bovenste knoop. Dat is hart op hart. Dat is te maken.